Het zal een reis met hindernissen worden. Ruim 2 weken zullen de vaten onderweg zijn, te land, ter zee en in de lucht. Ze hebben een diameter van 6,20 meter en een totaallengte van 24 meter en 27,5 ton per stuk. De combinatielengte is om en nabij de 35 meter lang, 6,20 meter breed en 7,20 meter hoog. De vraag is of het zal lukken de vaten op tijd en onbeschadigd op hun plek te krijgen. Dat is toch vrij ingewikkeld. We doen het punt 1 niet alle dagen, hoewel wel regelmatig. Er moet het een en ander voor georganiseerd worden. Qua ontheffingen, instanties moeten weten dat je langskomt, er moeten vangrails gedemonteerd worden. Kranen regelen, boorten regelen. In Ierland dokwerkers, politie, van alles en nog wat. De komende 2 weken zal blijken of de voorbereiding goed was. Dit zijn 6 hele grote biertanks. Biertanks die we gaan brengen naar Dublin, Ierland. Waar ze opgesteld zullen gaan worden in de wereldberoemde St. James Gate Brewery. Waar het ook wereldberoemde Guinness Stout bier wordt gebrouwen. Het transport staat om 11 uur 's avonds. Bewust. Er is in de nacht weinig verkeer en vanwege een speciale hindernis die nog komt. We doen dit niet voor de eerste keer. Ik denk dat wij al met al al een jaartje of 30 bij Guinness in Dublin bezig zijn. Voor Hofrika werken we nog langer. Dus de route Emmen-Drachten heeft eigenlijk normaal gesproken geen geheimen voor ons. De chauffeurs van de vrachtwagens en de begeleidingswagens zijn gewend aan de hindernissen. Smalle rotondes, verkeerslichten, fietspaden, ze worden in alle rust en nauwkeurigheid overwonnen. Een echte hindernis die nieuw is, is een viaduct in aanleg. Hier moet geïmproviseerd worden. Het probleem was dat men op dit moment op de 2-provinciënweg met viaducten aan het bouwen is. En er was 1 viaduct al wel gereed, alleen dat was op dat moment dat wij er langs moesten met het transport nog geen op- of afrit klaar. Dan ga je ter plekke kijken en gelukkig hadden we daar te maken met een bevriende uitvoerder die ons aan alle kanten geholpen heeft. Dus we zijn met behulp van het leggen van een aantal rijplaten en in samenspraak met de betreffende uitvoerder mochten wij een oprit die al wel geasfalteerd was, mochten we afrijden en daarmee waren we het probleem kwijt. En achter ben je vrij. De oversteek op de snelweg bij Drachten kan, op last van Rijkswaterstaat, alleen 's nachts tussen 3 en 5 worden genomen. Dus de hele nachtelijke reis is getimed op deze oversteek. Dat kan niet zomaar, dat moet je allemaal van tevoren regelen. Daar heb je ook een gecertificeerd bedrijf bij nodig, die dus de vangrail demonteert en nadien weer monteert. Die zorgt voor de nodige botsauto's, zoals ze heten, die dus voorkomen dat de werkers aangereden worden door het overige wegverkeer. Dus dat zijn allemaal zaken die je vooraf moet regelen. Tegen 5 wordt de haven van Drachten bereikt en is het eerste deel van de reis afgelegd. Vanuit Drachten zijn de vaten met binnenvaartschepen overgebracht naar Rotterdam. Hier worden ze in en op een coaster gezet die ze naar een haven bij Dublin zal brengen. Alles wordt met de grootste nauwkeurigheid vastgezet. We hebben er vanzelfsprekend ook een surveyor bij. Die dus bewaakt of alles op de juiste manier geladen en neergezet wordt. Maar ook of het op de juiste manier vastgezet wordt. Want dat is voor de coaster die over zee gaat wel heel belangrijk. Als je een keer een beetje slecht weer krijgt, dan moeten die tanks er wel vast op dek staan. Maar anders dan ben je er eentje kwijt. Dit is de haven bij Dunleary, bij Dublin. Er is geluk met het weer. Het water is mooi glad, zodat het er moeiteloos kan worden uitgeladen.
hebben we ook beleefd in het verleden dat het bootje 1,5 meter op en neer lag te dansen. En dan kun je maar één ding doen en dat is de actie voor die dag afblazen. En dat doen we dan ook, want we willen voorkomen dat we heel druk geweest zijn en uiteindelijk de tanks beschadigd overkomen. Ook hier zijn opnieuw veel mensen aan het werk. Het is nauwkeurig werk. Er mag geen schade worden gemaakt met de vaten. En ze moeten ook nauwkeurig op de wagens worden geladen. Maar dat doen we niet moeilijk over. Oké. Het is heel erg belangrijk voor de chauffeurs. Je hebt de route gezien. We komen tussen verkeerslichten door waar we aan beide kanten misschien 10 centimeter ruimte overhouden. En dan is het voor de chauffeur wel heel erg belangrijk dat hij weet dat als hij er met de voorkant doorrijdt, dat de achterkant er ook doorrijdt zonder dat hij hoeft te sturen. De vaten zijn van tevoren allemaal bewerkt met olie, zodat ze de zeereis met het zoute water overleven. En ze worden ook hier weer precies vastgezet op de wagens. Evening, sir. Hi, how are you, Peter? I'm fine. René. Yeah. I just want you to check the lights on the Jeep so that they're not blinding you when you're driving. Yeah. Oh. Okay. Het is een spannende dinsdagnacht. Het konvooi zal worden voorgegaan door een sleepauto. En daarna volgt een 20-tal motoragenten die alle zijwegen afzetten en ander verkeer tegenhouden. De lokale autoriteiten en politie staan alleen dit tijdstip toe. Omdat het transport door het stadscentrum gaat, wil men zo weinig mogelijk toeschouwers, zodat de kans op ongelukken ook zo klein mogelijk is. De politie wil enkel begeleiden in de nacht van dinsdag op woensdag, want we rijden dwars door het uitgaanscentrum in Dublin, Temple Bar. Nou, je hebt het met eigen ogen mogen zien. S'nachts om 1 uur lopen daar nog weet ik hoeveel duizend mensen lichtelijk tot zwaar aangeschoten en die willen allemaal die tanks aanraken. En we zijn 1 keer in de nacht van woensdag op donderdag hebben we gereden en dan heb je echt het gevaar dat een van de dronken droppie onder de oplegger loopt en dat je een ongeluk hebt. En dat willen we ten koste van alles voorkomen. Verschillende ploegen zijn al op pad geweest om lantaarnpalen, verkeersborden, verkeerslichten en overhangende telefoonkabels weg te halen. Maar er blijft altijd nog werk dat ter plekke moet worden opgelost. Langzaam maar zeker wordt het stadscentrum bereikt. En daar is de echte bottleneck. De beroemde Nassau Street, hartje Dublin, is een echt probleem. De straat ligt gedeeltelijk open omdat er een nieuwe trambaan wordt aangelegd. We hadden dit keer niet alleen aan de Nederlandse kant problemen met wegwerkzaamheden. We hadden ook in Dublin zelf wordt een nieuwe trambaan aangelegd. En die wordt natuurlijk aangelegd precies midden in de route waar wij langs moeten. Dan spreek je af. De hekken zijn weg vooraf, nou, dan kom je aangereden en dan zijn ze niet weg of ze zijn maar een stukje aan de kant geschoven. Dan ga je vervolgens proberen en de eerste die lukt het met veel pijn en moeite om erdoor te komen en op dat moment wordt er beslist van ze moeten toch aan de kant, want we willen geen schade. Met het weghalen van de hekken kan het konvooi verder en langzaam maar zeker wordt het doel van deze nacht bereikt. St. James Gate Brewery, hartje centrum in Dublin. Daar worden de wagens opgesteld, maar is het werk zeker nog niet klaar. Zaterdagmorgen vroeg, het laatste deel van de reis. Er kan nog van alles misgaan. De vaten moeten vandaag op de millimeter nauwkeurig worden geplaatst op het zogeheten brouwhuis. En er is opnieuw een peloton medewerkers in touw. De mannen zijn onrustig. Het waait hard, misschien wel te hard. Maar besloten wordt om toch te beginnen. Crisisoverleg. Stoppen of doorgaan. Het wordt toch doorgaan, maar met een andere volgorde, zodat er minder kans op schade is.
Donderdagmiddag heb ik in eerste instantie de beslissing genomen om te zeggen van we cancelen de hele zaak. Want als we die kranen opbouwen en we doen het hele weekend niks, ben je een fix bedrag ben je kwijt. De brouwerij zit in tijdsdruk, dat wist ik. Die hebben toen de beslissing genomen voor ons risico en rekening opbouwen en zien wat er van komt. En zoals vaker in Ierland, vooruitzichten slecht, op de dag van redelijk toch goed. De wind gaat inderdaad liggen, het plaatsen van de tanks wordt makkelijker. En er wordt daarom snel maar geconcentreerd doorgewerkt. De laatste centimeters van een reis van honderden kilometers duren lang, want de vaten worden op de millimeter nauwkeurig geplaatst. Na een lange zaterdag zonder pauzes kan er worden opgeruimd. Het werk zit erop. En ook deze keer blijkt dat de voorbereidingen goed zijn geweest. En zijn de afwegingen op locatie ook goed uitgevallen. Het was een mooie klus voor de mannen van het speciaal transport van Bolk. En op zo'n bijzondere locatie hoort natuurlijk een passende afsluiting.